Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending met raadslid van UPB, Esther Benabelen, die ontevreden is over artikel in Amigo. Lichte irritaties over communicatiestoornis bij bestuurscollege, waarvan de verslaggever haar woorden omdraait. Het gesprek was eigenlijk heel mooi begonnen, waarbij hij mij verschillende vragen lanceerde over het functioneren van het BC en waarbij hij enkele termen in de mond nam, zoals kwaadwilligheid, is er misschien sprake daarvan, of onkunde, of niet procedureel weten te handelen. Ik heb daarop allemaal als antwoord gegeven dat dat niet het geval is. En groot is mijn verbazing als ik dan naar dat artikel kijk en ik begin te lezen, dat hij dat helemaal verdraait, alsof ik dat misschien zou kunnen hebben aangekaart. Nee, dat was zijn begin. Hij heeft verder ook nog gevraagd over de griffier. Heeft ook nog verteld dat wij als raad hebben geweigerd om de griffier die de gezaghebber eigenlijk had aangeboden vanuit Den Haag, om die als griffier te benoemen. En waarop ik ook heb geantwoord dat inderdaad dat zo is. Maar bij de benoeming van de griffier ad interim die er nu zit, was de UPB niet bij betrokken, omdat wij via de werkgeverscommissie benoemen wij de griffier. Die wordt dan benoemd via nadat ze dus een gesprek hebben gehad met de werkgeverscommissie. De ad interim griffier was ik er niet bij. Dus als fractieleden van de UPB hebben we daar niet over besloten. En dat heb ik hem ook verteld. Ik heb hem ook gezegd dat ik ben pro voor een lokaal iemand. En het hoeft niet uit Den Haag te komen. En dat inderdaad bij het geval van meneer Cecilia, die is heel, heel goed onderlegd. Het enige nadeel is dat hij vanuit de private sector naar de publieke sector is gekomen en er misschien geen ervaring heeft opgedaan. En toen heeft hij nog gezegd van ja, er was ook geen inwerkingsperiode. Ze hebben hem niet ingewerkt. Maar alles wat verteld is over de griffier, het enige wat ik heb gezegd is dat hij vanuit de private sector naar de publieke sector is gekomen zonder die ervaring, want in de publieke sector is het weer iets anders. Nou, dan lees ik dan over de griffier. Dan is er weer een heel ander verhaal. En datgene wat ik gezegd heb, komt dan niet in dat artikel terug. En wat ik eigenlijk meest kwalijk vind, dat hij dus dat artikel beëindigt, als het ware dat ik achter de redenen waarom de heer Clark Abraham niet naar de lunch is geweest, die lunchmeeting met de Kamerleden, dat ik daarachter sta omdat ik het zogenaamd mijn onvrede laat blijken. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is klinkklare onzin en leugen. Ik heb tot 3 keer toe duidelijk gezegd, ik heb mijn redenen waarom ik niet ben gegaan. 1. Mijn kleinzoon en mijn zoon die zouden op die dag teruggaan naar het buitenland. Ik zie mijn kleinzoon eens in de zoveel tijd. Ik was zo blij, dat was onze laatste uurtje samen. Dus die wilde ik echt met hun doorbrengen. En ik moest gewoon om 1 uur naar de airport. Sorry, ik bedoel, kijk, en ik heb het hem ook gezegd. En dat vond ik heel jammer. Ik vond het heel erg jammer dat hij dit zo verdraaid heeft in een artikel dat eigenlijk heel anders opgesteld had moeten worden. Ik wil er geen woordje meer vuil aan maken, want nee, dat doe ik niet. Ik ben er klaar mee. Hij mag schrijven, reageren zoveel hij wilt. Ik ben er klaar mee.
Op zondag 5 januari heeft een delegatie bestaande uit 14 leden van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer een werkbezoek afgelegd aan Washington Slagbaai. Correct, 5 januari hadden we een hoog bezoek in Washington Slagbaai Park, waar de vaste commissie van de Eerste en Tweede Kamer bij ons op bezoek waren. Ze hadden een rondleiding gekregen van onze chief ranger, meneer Today, en onze parkmanager, meneer Christian. En ook een rondleiding met uitleg van onze bioloog, meneer Bertois, die uitleg gaf over al de projecten die gaande zijn in de Washington Slagbaai Park nu. En ook de kleine dingetjes die we tegenkomen voor de natuurorganisatie voor twee grote parken van Bonaire. Dus het was wel een goede bezoek, veel informatie voor hun. En hopelijk kunnen ze dit meenemen als een reële actualiteit van hoe het in elkaar zit bij de Washington Slagbaai Park op Bonaire. En hoe was het reactie van de leden van de Eerste en de Tweede Kamer? Dus ze waren allemaal onder de indruk van hoe mooi het was, de natuur. Allemaal mooi wel, maar het is nu weten ze wat het is. Nu hoe het in elkaar zit, wat eigenlijk Washington Slagbaai Park is. Dus nu kunnen ze betere beslissingen nemen als het komt over de natuur van Bonaire. Nu weten ze wat het is, duidelijkheid. Dus dat is wat we willen wanneer we hun spreken over onze problematieken die voorkomt bij ons, dan hebben ze een beter idee van waarover we het hebben. Dus voor ons is het helemaal goed geslaagde bezoek bij Washington Park. En we hopen dat er snel verandering komt, vooral in de natuurbeslissingen die genomen worden nu op Bonaire. Voor 2020, wat kunnen we verwachten voor Stinapa in deze nieuwe jaar? Van ons verwachten we veel nieuws, veel informatie. We willen betere verspreiding van informatie, meer mensen bewust maken van wat de natuur is, hoe belangrijk het is en wat wij als inwoners van Bonaire kunnen doen om dit beter te behouden. In 2019 heeft Stichting Lezen en Schrijven Bonaire veel prestaties behaald en zijn heel ambitieus voor 2020. Ja, 2019 was een heel goed jaar. We hebben heel veel goede projecten gedraaid de afgelopen periode. Uiteraard Pinter in Taal, het taalprogramma wat we hebben gedaan voor meer dan 120 kinderen. We hebben vorig jaar ook de Summer School gehad voor kinderen van groep 7. Waar we ook 2 weken lang met taal en taalspellen bezig zijn geweest. We hebben de voorleesdag georganiseerd in juni vorig jaar. We hebben babyboekjes gepresenteerd samen met het consultatiebureau. Dus ja, we hebben heel veel goede projecten gedaan. En daar zijn we heel blij mee dat we dat mochten doen. Zouden jullie weer meer willen hebben gedaan? Ja, we zijn heel ambitieus. En we zien dat er nog heel veel goede dingen te doen zijn op Bonaire. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Dus ja, we zijn nog steeds in overleg met allerlei partijen. En met organisaties, met scholen, om te zien of we nog extra dingen kunnen doen die uiteindelijk ertoe moeten bijdragen. Dat we het onderwijsniveau en de ontwikkelingskansen van de kinderen op Bonaire wat vooruitbrengen. We zijn nu in 2020, plannen voor 2020. Ja, het belangrijkste plan is uiteraard weer het Pinter in Taalprogramma. Dat begint volgende week weer. Daar gaan weer meer dan 120 kinderen van groep 8. Dat zijn bijna de helft, of misschien wel meer dan de helft van alle kinderen die in groep 8 zitten. Die gaan meedoen met deze extra lessen. Na schooltijd gaan we weer 2 keer in de week met deze kinderen aan de slag. Op 6 verschillende locaties bij de basisschool. Dus op school zelf gaan we daar extra les geven voor deze kinderen. En dat gaan we doen met Nederlands. Want dat blijft het belangrijkste bestanddeel. Dat is nog steeds heel erg noodzakelijk dat we dat doen. En we gaan dit jaar er ook een stukje rekenen aan toevoegen. Het taalproject Pinter in Taal van Stichting Lezen en Schrijven Bonaire vergroten de rekenvaardigheden van leerlingen op Bonaire. Nederlands blijft belangrijk, blijft het hoofdbestanddeel. Omdat we zien dat het heel erg belangrijk is om het Nederlands goed te leren. Dat komt natuurlijk overal terug in de lessen op school, in de instructies, in de tentamens en de examens dadelijk. Dus het is superbelangrijk dat iedereen het Nederlands heel goed beheerst.
Niet iedereen is in de omstandigheid dat ze om zich heen veel Nederlands horen. Thuis of met de vrienden praten ze vaak toch in een andere taal. Dus ze zitten niet in die gelegenheid. Nou, die kans willen wij ze bieden door 2 keer in de week extra Nederlands te horen. Extra oefeningen te doen met de computer. En ze extra spelletjes, allerlei varianten, excursies, toespraken. Om maar vertrouwd te raken met de Nederlandse taal. Dat zie je ook terug bij het rekenen. Het is niet dat rekenen echt een probleem is voor de kinderen hier. Maar we ontdekken wel dat de taal bij het rekenen zo belangrijk is. Het is niet simpelweg het maken van het sommetje. Maar het is ook de tekst die erbij zit die het moeilijk maakt soms. Er zitten heel veel woorden in, Nederlandse zinsconstructies. Kinderen moeten leren om heel goed te lezen voordat ze de som kunnen maken. En daarbij willen we ze extra helpen dit jaar. Hoe gaat dit gebeuren? Eigenlijk op dezelfde manier als afgelopen jaar. Dat we ze met het computerprogramma Muiswerk de gelegenheid geven om veel oefeningen te doen. Dus wat we doen is met name herhalen. De stof, de theorie hebben ze al geleerd op school. Maar wat wij doen is nog een keer herhalen. Een oefening doen op een andere manier met de computer in gesprek met de kinderen. En op die manier vertrouwd te raken met het oefenen van deze sommen. Meneer Paul, ik wil niet sluiten voordat ik een boodschap vraag aan u voor de kinderen en de ouders van Bonaire. Ja, wij vinden het ontzettend van belang dat de kinderen gestimuleerd worden door hun ouders om dit te doen. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk, want ouders hebben het hartstikke druk. Dat begrijp ik heel goed. Maar toch zouden wij het heel fijn vinden als de ouders ons ondersteunen, de kinderen ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan thuis met het computerprogramma te kijken wat kinderen doen. Ze af en toe te helpen, zodat ze ook weten waar de kinderen mee bezig zijn. Dat zou natuurlijk perfect zijn. Maar wat ik ook heel leuk zou vinden is ouders meer te betrekken bij het programma. Dus misschien vinden ze, als ze de gelegenheid hebben, het leuk om naar de les te komen. Om een keer te helpen met een les. Of een verhaal te vertellen over hun organisatie of een hobby waar ze mee bezig zijn. Op die manier ook betrokkenheid te krijgen met het oefenen van hun kinderen. En als ouders willen meepraten, als ze ideeën hebben over wat we nog meer kunnen doen, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom. Dus we willen heel graag dat ouders zich melden en kijken of ze ook met het ontwikkelen van dit programma betrokken kunnen worden. Klopt helemaal. We hebben een persbericht uitgedaan over straatraces. Met de oproep aan het volk van Bonaire om ons zoveel mogelijk camerabeelden en foto's te komen... van straatraces op straat. En dit allemaal met het oog op het verbeteren van, het vergroten natuurlijk van de veiligheid van de burgers op straat. En zodat wij een beter beeld kunnen krijgen van waar er allemaal geraced wordt, waar deze straatraces gehouden worden en rond welk tijdstip. Milushka, deze foto's kunnen ook worden gebruikt om die mensen te achtervolgen, laten we zo zeggen? Dat zou kunnen. Dat is niet het primaire motief, dat is niet de primaire reden waarom we ze graag zouden willen hebben. Maar mocht het zo zijn dat er op de films gezien wordt dat iemand het verkeer van Bonaire zodanig in problemen brengt, zodanig in gevaar brengt, dan kan deze persoon achtervolgd worden. We hebben inderdaad veel klachten binnengekregen aan het eind van dit jaar. Zowel mensen die bellen als de agenten zelf die het op straat zien. Vandaar dat wij momenteel extra aandacht bieden aan dit onderwerp. Eigenlijk voor de mensen die die straatraces doen, dus die fieveren en men die het ziet. Voor de personen die het zien om het dit zo graag zoveel mogelijk te melden. En ook als ze videobeelden hebben of foto's, deze met ons te delen. Het zij via politie@politietn.com of via onze Facebook Korpspolitie Caribisch Nederland. En voor de personen die het doen om natuurlijk hun hoofd erbij te houden. Dus ze weten, we willen de veiligheid van het verkeer op Bonaire zo hoog mogelijk houden. En hiermee wordt dat belemmerd. Dus om dat liefst niet te doen. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij
Bij Bonaire Journaal. Sea Turtle Conservation Bonaire heeft een nieuwe manager. Zij is enthousiast voor 2020. We spreken met Kai Schut. Ja, klopt. 1 januari is mijn nieuwe functie ingegaan. Mijn collega Mabel Nava heeft het 15 jaar lang gedaan. Ontzettend succesvol geweest en we gaan haar ontzettend missen. Gelukkig blijft ze wel nog een tijdje parttime aan om mij te adviseren in deze nieuwe functie. En om samen te werken met mij en het bestuur om dit jaar ook tot een succes te brengen. Jullie hebben 2019 succesvol afgerond. Wat zijn de highlights van 2019? We hebben een heleboel dingen gedaan in 2019, dankzij onze grote groep enthousiaste vrijwilligers. We hebben onder andere 144 snorkelsurveys uitgevoerd langs de Westkust en rondom Klein Bonaire om schildpadden te tellen. We hebben schildpadden gevangen in Lac Bai voor onderzoek, samen met een grote groep vrijwilligers ook. We hebben natuurlijk de nesten gemonitord. Er zijn 90 nesten gelegd in 2019, waarvan er nog steeds een aantal moeten uitkomen. Waaronder eentje bij Plaza en een aantal op Klein Bonaire. Dus we zijn nog eventjes bezig deze en aankomende maand. Hoe zit het eigenlijk met de schildpadden die allemaal getagd zijn? We hebben een hele hoop schildpadden weer getagd in Lac Bai, wat we elk jaar doen. Dit jaar, als ik me niet vergis, ongeveer 90 groene schildpadden en een klein aantal karetschildpadden. Daarnaast zullen we aankomend jaar of dit jaar ook weer een satellietzender gaan plaatsen. Deze zender die is gesponsord door Contour Global. En deze zullen we plaatsen gedurende het nestseizoen op een volwassen vrouwtje. En daarmee kunnen we haar migratie in de gaten houden. Dus kunnen we haar live volgen van haar tocht van Bonaire naar het land waar zij normaal gesproken leeft. Omdat 2019 best een heftig jaar was door de klimaatsveranderingen, merken jullie dat ook aan de schildpadden en aan de zee van Bonaire? Niet zozeer aan de schildpadden en de zee. We zien natuurlijk in de toekomst dat we rekening moeten gaan houden met de zeespiegel die gaat stijgen, waardoor stranden smaller worden, waardoor schildpadden minder nesten kunnen leggen op de stranden. Daarnaast moeten we ook dit jaar gaan kijken naar de temperaturen in de nesten. De temperatuur in het nest is heel belangrijk voor de bepaling van het geslacht van de schildpadden. Dus hoe warmer het is in het nest, hoe meer vrouwtjesschildpadden er geboren worden. Dus daar willen we naar gaan kijken. En daarnaast ook naar bacteriën en schimmels die voorkomen in de nesten. Sommige eieren die slaan bijvoorbeeld roze uit. En dan weten we dat er sprake is van bacteriën en schimmels in de nesten. En dat heeft een negatief effect op het uitkomstsucces van de nesten. Volgens Kai Schut is de organisatie van plan nog een wetenschappelijk artikel te publiceren. En STCB wil ook de oostkust van Bonaire verkennen. We hebben een nieuwe boot, de Thalassa, die we ook dit jaar zullen inzetten. Dus, ja, een heleboel. We hebben natuurlijk een paper geschreven ook, voordat ik dat vergeet. Een paper geschreven over trends in aantallen zeeschildpadden in de Westkust en in Lac Bai. Ja, we zijn van plan om met de nieuwe boot, de Thalassa, om daar surveys ook uit te gaan voeren. Dus de oostkust te gaan verkennen en daar ook schildpadden te gaan tellen. Zodat we een beter inzicht krijgen in het aantal zeeschildpadden dat in die regio leeft. We beginnen over 2 weken allereerst weer met de surveys. Dus dat betekent dat we 3 keer per week weer gaan snorkelen. Daarvoor hebben we al een grote groep vrijwilligers die zich al heeft aangemeld. Maar we zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen aansluiten. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze contact met ons opnemen. Vanaf mei zullen we ook weer met het nestseizoen beginnen, zoals elk jaar. Dus dan gaan de beachkeepers die gaan weer enthousiast over de stranden wandelen. Op zoek naar nieuwe en uitgekomen nesten. We zullen ook weer schildpadden gaan vangen in Lac Bai, dus een hoop om te doen, ja. En hoe zit het eigenlijk met al met de onderzoeken? Hebben jullie daar nog fondsen voor? Hebben jullie nog meer sponsoren nodig? Wat komen er eigenlijk uit deze onderzoeken vandaan? Ja, we hebben dus net een paper uitgebracht eind afgelopen jaar. En bovendien zijn we ook bezig met een paper over nesten. Dus de nestdata van de afgelopen 16 jaar, die zullen we ook gaan publiceren. We zijn altijd weer op zoek naar sponsoren, naar mensen en bedrijven die de nesten willen adopteren. Afgelopen jaar zijn er 44 nesten geadopteerd en dit jaar hopen we dat aantal weer te vergroten. Dus mochten bedrijven of families, vrienden geïnteresseerd zijn in een nestadoptie, dan is dat zeker weer mogelijk. 9 januari zijn de verkiezingen op Sint Maarten. Caribisch Netwerk vroeg elke partij hoe zij de toekomstige relatie met Nederland zien met de andere eilanden en hoe ze aankijken tegen het referendum voor onafhankelijkheid. Als het regent op Sint Eustatius zijn de wegen vrijwel onbegaanbaar.
Ondanks de vele beloftes is er nog steeds geen meter asfalt vernieuwd. De bewoners zijn er klaar mee. Maar op camera dit bevestigen doet de stadsjaar niet snel. The condition of the road of Tisch is real bad. Even on my road I have a big hole. So it's real bad. De wegen van Stesia zijn erbarmelijk. Hoe komt dat nog steeds een jaar na de belofte? Dat komt door verschillende oorzaken. Natuurlijk het slechte onderhoud. This morning when I was coming to work, I was coming down, so my bumper fell inside the hole. So it's real bad. We zijn met goede bedoelingen aan het project begonnen voor het Cherry Tree project om de wegen aan te leggen. En helaas is de samenwerking eigenlijk uit elkaar geklapt, waardoor het project stil is komen te staan. De samenwerking tussen een Nederlands bedrijf en een lokaal bedrijf, constructiebedrijf. Nu is de status zodanig dat met de overheid is er een werkopname gemaakt en dat is keurig netjes afgerond. En dan is het aan de overheid wat ze nu verder gaan doen, wat de volgende fase is. Gelukkig is er een tweede project begonnen en dat ziet eruit dat dat wel goed gaat. En de volgende project zal binnenkort wel op stapel komen. Men dacht het eventjes te doen en dat valt toch wel even tegen. Maar ik hoop wel dat het binnen nu en 5 jaar betere wegen zijn. I don't believe that they gonna fix it. It's real bad. Gaat u daar ook nog aan mee helpen? Als het, mogelijk is, zeker. Maar dat zien we. De toekomst zal het leren. Activisten in India gebruiken kunst om hun woede te uiten over een burgerschapswet die weken protesten heeft aangewakkerd. Alia Zelia Nieuws heeft meer. Artists, musicians and poets have joined the protest in India against the government's new citizenship law, which many say discriminates against Muslims. And a song celebrating India's cultural diversity has been remixed for a video which includes violent protest scenes. The song was filmed with some of India's top movie stars, including Shabana Azmi. 3 decades ago, she accused supporters of the Congress Party, in power at the time, of being responsible for the murder of a cultural activist. Her comments created a furore, but says she was not persecuted by the government. However, she says it's different now, and film stars are under severe pressure from the state to stay apolitical. Shabana suggests that may be why other leading actors in Bollywood have been reluctant to comment on the new law. Instead of being so harsh with them, we should condemn the situation that is making it so impossible for them to speak. That's the situation is this, that if you speak out, all manner of actions are taken against you. Javed Akhtar, Shabana's husband and an acclaimed lyricist in India, says there is no problem giving citizenship to persecuted Hindus, but limiting it worries him. By narrowing it down, by closing the door, by selecting only certain countries, you are doing something else. And that something else is an indirect, but rather effective and clever way of trying to polarize the society. Shabana, Javed and a few others have spoken up, but many top Bollywood stars have been criticized for staying silent. And yet, protests have inspired dozens of unknown artists. I refuse to be scared, I refuse to die, and I refuse injustice. Street art, songs, dances, and poetry performed by young people have played a big role in sustaining the movement. And even though some celebrities and heavyweights have shied away from the controversy around it, many say something that was started by students is growing fast. Art, it is said, holds a mirror to society. The resistance through art to the new law by artists young and old is telling of the opposition to it. Anshul Vora, Al Jazeera, New Delhi. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde nieuwe economische sancties tegen Iran aan, maar gaf geen details over de vorm die ze zouden aannemen nadat Teheran Irakese militaire basis had getroffen waar Amerikaanse troepen werden gehost. Al Jazeera heeft het volgende.
With the U.S. and Iran edging dangerously close to war, President Donald Trump proclaimed that Tehran appears to be standing down. Trump gave no indication that the United States intends to strike back hours after Iranian missile attacks on two bases used by the U.S. military in Iraq. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. It was a stark contrast to the president's threats of retaliation without hesitation that have dominated his Twitter feed in recent days. Instead, flanked by top advisors and generals, Trump made a surprising suggestion that members of NATO to become much more involved in the Middle East process. It was an astonishing claim from a president who once called NATO obsolete. He also encouraged U.S. partners and allies to abandon the JCPOA, an agreement put in place in 2015 by world powers to limit Iran's nuclear program. We must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. However, Trump did announce new sanctions would be coming without giving specifics. He also left open the possibility of diplomacy. Speaking directly to Iran's leaders, he insisted the United States desires for Iran a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. But missing from the president's speech, evidence that the U.S. killing of Iranian General Qasem Soleimani was justified and necessary to prevent an imminent attack on Americans. It's evidence opposition Democrats are demanding from the Trump administration. Also absent, a clear strategy, something the administration has promised to provide in closed-door briefings on Wednesday to members of Congress, including top Republicans. Iran didn't just take an off-ramp, they took a U-turn because they know they have no capability to fight against America. At least based on the presentation that was made, it does not meet what I consider to be an imminent threat. But if President Trump chooses to respond by sending even more soldiers to the Middle East, he breaks a major campaign promise to pull the United States out of what he once called its forever wars. Kimberly Helkett, Al Jazeera, The White House. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.